Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 10 juni met daarin. Den Haag heeft een collegeakkoord. Dochter aangehouden voor vermissing van haar moeder. En leuk, die vlaggetjes. Maar is het wel veilig? Dag dames en heren. De 5 partijen die in Den Haag onderhandelen over een nieuw college zijn eruit. Er is een akkoord gesloten en vanavond worden de afspraken voorgelegd aan de fracties van D66, VVD, CDA, PvdA en de Haagse Stadspartij. Later deze week verwachten de onderhandelaars de plannen te kunnen presenteren. In Den Haag staat verslaggever Lot van Bree. Lot, over die plannen, wat staat er eigenlijk in? Nou, het akkoord is nog niet officieel bevestigd door de onderhandelaars, maar wel melden bronnen ons dat er inmiddels een akkoord voor ligt bij alle fractieleden van de coalitiepartijen. Dat zijn D66, PvdA, VVD, CDA en de Haagse Stadspartij. En deze fracties die buigen zich vanavond over dit akkoord. Maar hier en daar is er dus wel wat gelekt over de plannen. Zo zou er zijn afgesproken dat er flink geïnvesteerd wordt in de economie en de werkgelegenheid, de zorg, armoedebestrijding en verder zullen de bomen op de Laan van Meerdervoort voorlopig blijven staan. De gemeente gaat een nieuw plan met de bewoners maken. En eerder werd al bekend dat het huidige ontwerp van het cultuurpaleis naar de prullenbak gaat en er een nieuw wordt gemaakt. Ja, nog even over dat cultuurpaleis. Deze week kwam er een rapport dat zei dat een nieuw ontwerp voor het Spuiforum misschien 25 miljoen euro duurder zou uitpakken. Is er al meer duidelijkheid over de financiële risico's van dat nieuwe ontwerp, Lot? Ja, dat blijkt inderdaad uit een ambtelijk advies uit april dat wij hebben ingezien. Maar hoe de onderhandelaars deze hogere kosten hebben opgevangen, daar is weinig over bekend geworden. Misschien dat dat later deze week wel gebeurt, want naar verwachting donderdag of vrijdag zal het nieuwe college het akkoord openbaar maken. Een 55-jarige vrouw uit Rijnsaterwoude is opgepakt in verband met de vermissing van haar 80-jarige moeder. De moeder en dochter zijn half mei samen als vermist opgegeven. De oude vrouw is ernstig ziek en dement. De dochter is zondag aangehouden in het Noord-Hollandse Velsen Noord en haar moeder is daar niet aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat zij is overleden. Bij het gerechtshof in Den Haag is vandaag het hoger beroep begonnen tegen Ronald P. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij in 2005 Anneke van der Stap uit Rijswijk heeft vermoord. De rechtbank sprak hem eerder vrij van de moord op de 22-jarige studenten omdat bewijs zou ontbreken. Het OM liet daarom vandaag een getuige en een aantal deskundigen opnieuw langskomen. Anneke van der Stap wordt in juli 2005 doodgevonden in de bosjes langs het jaagpad in Rijswijk. Ze is dan al 11 dagen vermist. Haar lichaam is grotendeels ontbonden. De patholoog die de volgende dag de sectie moet uitvoeren heeft daarom de grootste moeite om een doodsoorzaak vast te stellen. En dat lukt dan ook niet. En juist het ontbreken van een doodsoorzaak is de reden dat Ronald P. 2 jaar geleden door de rechtbank werd vrijgesproken. Omdat niet vaststaat wat er met Anneke is gebeurd, kon de rechtbank hem ook niet veroordelen voor moord. Geen wonder dus dat het OM vandaag alle deskundigen nog eens tot in detail wilde horen over een mogelijke breuk in het strottenhoofd van Anneke. Dat zou kunnen wijzen op wurging. Aan de andere kant was de advocaat van P. juist druk bezig te benadrukken dat die deskundigen dat niet met zekerheid durven vaststellen. Toch zal het OM het op wurging gooien. Zeker omdat een medegevangene vandaag opnieuw vertelde wat Ronald P. hem in de gevangenis toevertrouwde. Met zijn handen deed hij het voor, een wurggreep met harddrukkende duimen. Dat had hij met Anneke gedaan. P's advocaat vindt hem een onbetrouwbare getuige. Volgende week woensdag horen we hoe het Openbaar Ministerie daarover denkt. De advocaat-generaal maakt dan haar strafeis bekend en bij de rechtbank was dat levenslang. In een sloot langs de kantineweg in Katwijk is vanochtend het lichaam gevonden van een vermiste man uit Wassenaar. De man was sinds afgelopen maandag zoek. De politie in Wassenaar meldde via Twitter dat een ongeluk de man waarschijnlijk fataal is geworden. Bij de Albert Heijn aan de Martinus Nijhoflaan in Delft heeft vannacht brand gewoed. Het vuur was uitgebroken in een overkapping van het parkeerdek. Niemand raakte gewond, maar de winkel heeft flinke schade. Zo is de koeling kapot. Volgens de bedrijfsleider was er kortsluiting of is de bliksem ingeslagen. De examens die vorig jaar zijn gestolen op het Ibn Galdoen in Rotterdam zijn gebruikt op het Ashram College en Scala College in Alphen aan de Rijn. Het gaat in totaal om 5 leerlingen uit Alphen aan de Rijn die deze maand voor de rechter staan. Het OM eist taakstraffen. Begin dit jaar raakte het Ashram College ook al in opspraak toen leerlingen cocaïne hadden gestolen bij een drugsvoorlichting. Heeft het warme voorjaar voor vette haring gezorgd? Donderdag kunnen we hem testen, want dan ligt de Hollandse Nieuwe bij de viskraam. Morgen wordt het eerste vaatje haring geveild. En donderdag gaat het haringseizoen dan officieel van start. En dan mogen viskramen de nieuwe haring gaan verkopen.
Het duurt nog even, maar Oud en Nieuw in Den Haag gaat er dit jaar anders uitzien. Er werd altijd een nieuwjaarsfeest gehouden op het stadhuis, maar dat is vanaf dit jaar verleden tijd. Daarvoor in de plaats komt een groot feest bij de Hofvijver. En de bekende vreugdevuren op Scheveningen, die worden aan banden gelegd. Afgelopen jaarwisseling gaat het bijna mis als een van de twee vreugdevuren door de sterke wind en de grote vlammen omvalt. De regels voor de vreugdevuren in Scheveningen zullen daarom strenger worden. Zo moeten de omstanders op nog grotere afstand van het vuur gehouden worden. Maar Van Aartsen wil met de organisatie meer afspraken maken om de veiligheid te verbeteren. Nou, ik denk dat we ook nog eens goed moeten kijken naar de hoogte. Daar hebben we ieder jaar ook wel een beetje discussie over. Maar het moet stabiel, als die stapel niet stabiel staat, ja, dan zie je wat er gebeurt. Dus daar moet, denk ik, beter op gelet worden. Ook zal voor het vreugdevuur op het Noorderstrand een nieuwe locatie gezocht moeten worden. Want sinds dit jaar staan er ook in de winter strandtenten op deze plek. Wat ook zal veranderen is dat het traditionele nieuwjaarsfeest in het atrium verdwijnt. In plaats daarvan komt de oudejaarstrekking van de Nederlandse Staatsloterij naar Den Haag. Compleet met een groot vuurwerk bij de Hofvijver. Met dit vuurwerk wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Een van de laatste keren dat dat is geweest is ergens in de 18e eeuw. Mooie plaatjes zijn daarvan. En het is een methode om nog veel meer Hagenaars en met veel meer Hagenaars oud en nieuw en de komst van het nieuwe jaar te vieren. De vuurwerkshow helpt ook een beetje tegen de overlast die sommige mensen hebben van het afsteken van vuurwerk door consumenten. Maar Van Aartsen verwacht meer van andere maatregelen. Ik ben ervan overtuigd dat we afsteektijden gaan bekorten en ook de verkooptijden. De Tweede Kamer zal hier binnenkort met de minister over praten. 450 strandstoelen gingen in vlammen op en een springkussen vloog in de hens bij een brand op Scheveningen afgelopen vrijdag. Tot ver in Den Haag was er ook te zien. Voor de eigenaren van strandtent Zeezicht is het nog steeds even bijkomen. Op beelden van een webcam is te zien hoe de brand ontstaat en hoe enorm de rookontwikkeling is. We hebben met z'n allen heel veel geluk gehad dat de wind de andere kant op is gegaan. En dat we al die rook die door heel Den Haag te zien was, niet over ons terras en niet door de zaak heen gehad hebben. Want anders hadden we dit weekend niet open gekund. Ik kreeg allemaal fotootjes binnen op mijn telefoon met een megabrand. Toen kwam ik hier naartoe en het leek wel of de hele zaak in de hand stond. De brandweer had moeite om bij de brandhaard te komen. Het is sowieso een hele moeilijke plek, de moeilijkste plek denk ik om bij te komen, onder de pier. En toevallig staan er heel veel stellages voor de ingang van de pier. En daar stonden allemaal nog mensen tussen. Ja, dat was een hele moeilijke plek. Van de 450 strandbedden zijn er 70 gered. Inge en Peter van den Assem hebben keihard gewerkt om tijdens het Pinksterweekend gewoon open te gaan. Maar voor de rest hebben we geen schade opgelopen wat betreft de omzet en dat je niet open kon. En de volgende ochtend lag er weer een nieuw springkussen en zijn we gewoon weer open gegaan. Volgens een verklaring van de politie zijn twee kinderen verantwoordelijk voor de brand. Ja, je ziet het steeds vaker als je door de straat loopt. Oranje versierde kroegen en winkels. Misschien voor het WK hockey, maar waarschijnlijk voor het WK voetbal dat donderdag begint. Gezellig, maar voor de brandweer een grote zorg. Want te vaak leidt die versiering tot onveilige situaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Hi. Steun Sonny. Brandweer onder ons midden van de afdeling preventie. Ja. Wij zijn bezig met brandveiligheid van de horecaondernemingen en wel met de doelcontroles voor het wereldkampioenschap voetbal 2014. En ik ben hier nu binnengestapt. Nou ja, u heeft heel veel vlaggetjes hangen. Helaas moeten ze er allemaal af. We controleren nu hoofdzakelijk op vlaggetjes. Nou, het probleem daarvan is dat mochten deze in de brand vliegen, dan schroeit het en vlamt het eigenlijk door. Waardoor je een soort van druppelvorming krijgt wat op de huid kan vallen. Waardoor je dus derde graads brandwonden kan krijgen. Zo te zien zijn ze niet gekeurd. Tenzij u voor mij een certificaat hebt. Dat ze behandeld zijn. Nee, dat is niet gebeurd. Heeft u over de veiligheid nagedacht toen u de vlaggetjes ophing? In eerlijkheid, nee. Nee, ik was erg druk bezig om mijn kroeg erg leuk en gezellig eruit te laten zien. En heb daar geen rekening mee gehouden, nee. Goed, ik heb gezien dat alle vlaggetjes verwijderd zijn. Ja. Hartstikke goed. Hoop werk aan gehad. Nee, om het te versieren. Ja, maar om eraf te halen ging het heel erg snel. Ik ben blij dat jullie zo daaraan meegewerkt hebben. Ja, en ik wil u een bijzonder vaantje overhandigen van ons. Leuk. En ik wens jullie heel veel plezier de komende tijd. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Gaat goed komen. Ja. Dankjewel.
En tot ziens. Tot ziens. Dag hoor. Hoi. En voor het weer is hier Huub Museum. De komende dagen krijgen we te maken met stabieler zomerweer, droog met aardig wat zon en ook aangename temperaturen. En ja, het afgelopen Pinksterweekend was natuurlijk niet bepaald stabiel. Het was wel zomers, hoge temperaturen. Maar vooral 's nachts kwam er toch ook hier en daar onweer voor. Dat was dus met name in de nacht van zaterdag op zondag. En deze fraaie opname van een bliksemmis gemaakt vanaf Schiphol. En het moet ergens zo in de buurt van de Roelof Arendsveen zijn geweest, achter een rolwolk. En vanochtend was er ook een rolwolk te zien boven zee langs de kust. En dat leverde er vandaag opnieuw weer een paar buien op. Want zo'n rolwolk gaat ook vaak vooraf voor slechter weer. Toch kwam de temperatuur ook vandaag nog op een niveau van zo'n 23 en plaatselijk 24 graden. Ook vanmiddag nog een bui en ook vanavond kan dat nog het geval zijn. Die buien trekken echter weg naar het noordoosten en dan komen er in de loop van de avond en nacht meer opklaringen. De wind is westelijk geworden, is overdag matig geweest, maar zal vannacht wat gaan afnemen en de temperatuur daalt tot zo'n 14 graden. En morgen overdag, dan ziet het er heel wat beter uit. Droog, periode met zon. We hebben dan een zwakke tot matige westelijke wind en morgenmiddag kan het zo'n 21 graden worden. En donderdag wordt de wind weliswaar wat meer noord-noordwestelijk, maar voert toch nog redelijk warme lucht aan. Bij vrij veel zon kan het in de middag dan zo'n 22 graden worden. Tot zover. Meer nieuws op onze website omroepwest.nl. Morgenochtend om 7 uur zijn wij hier weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Prettige avond.